Yeah, I feel good. Ik ben in Bovenkaspo, Flora. Er is een kermis. Vandaar dus ging ik naartoe. Hallo, hallo allemaal. Ik ben onderweg naar Flora Kermis. Ik zie je allemaal later. Eindelijk, ik ben er. Het is wel een klein kermis. En het is super leuk om naar te gaan bekijken. Beetje druk. Man. Ja, ongelooflijk. Iemand wijst naar mij. En hij zei... Zo. Hey. Hallo. Hoi. Oh, jezus. En hij gaat alles filmen. Hij kan wel 105 filmen. Ben je klaar voor? Ja. Here we go. Je mag hem aan. Hallo allemaal. Ik ken niemand. Ik heb deze masker opgedragen en ik ga proberen mijn stem veranderen naar een mysterieuze man. En dan moet ik dit stem vorm maken. Hallo, wie is Dongo? Weet je wat ik op nagedacht heb toen ik de bewakers heb gezien en de politie? Toen dacht ik van oké, ik ga deze masker eraf halen en ik wil niet meer. Want ik wil niet dat ik aangesproken word door de politie. Want stel, als ik opdraag en ik loop op de straat en als gevolg vraagt hij, mag ik je paspoort en je mag niet met je masker dragen op straat. Of bij een evenement van de kermis. Maar het is wel beter als het carnaval is, maar niet op de openbare zonder carnaval straat. Oké. Zo heb ik geleerd van. Dus ik dacht van oké, ik gooi deze wel weg. Want ik heb geen zakje, tasje, weet ik veel wat. Maar niet uit. Ik heb geprobeerd en ik dacht van oké, het is niet dat ik aangesproken word, maar ik heb net nagedacht terwijl ik zag bewakers en toen dacht ik van oké, dit gaat gebeuren, maar dat komt later. Het is zomaar 1, 2, 3. Ik gooi deze masker weg. En toen die jongen kwam, toen zei hij, wat ben je doen? En toen zei ik, ik gooi die masker weg. En toen zei hij, ik blijf hier staan. Nou, was zo hilarisch. Maar daarna loopt hij weg. Hey, die is wel opeens weg. Nou, dat was het dus verhaal. Het is tijd voor Super Dongo. Wanneer ik mijn snelle verlangdang op aan heb, ga ik beginnen met rennen. Here we go. Goed, jas is dicht. Is dicht. Alles moet compleet dicht zijn. Want anders valt een aantal spullen naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Het is goed als ik weer begin met training. Nadat ik klaar ben met kermis, met joggen, hardlopen, in combinatie. Waar ik ben is hier. Prachtige plekje aan het joggen. De heiling. Ik ga naar beneden. Zo. Goeie training van de opening. Holy moly. Hallo. Holy moly. Smooth. Gelukkig heb je de tijd niet aangezet. Wow. Ik heb hem overleefd met rennen door de omhoog te gaan heuvel. I made it. Hey, mag ik hier? Oh nee. Jackpot. Oh, mijn voet. Maar dat is goede training. Net op. Nog niet aangerand door Brunetto. Oh, gelukkig is hij niet. Ik ben heel moe. Het komt door gisteren en vrijdag 's nacht. Dat was het nadeel.
Maar goed, dames en heren, ik wens voor jullie allemaal een fijne eerste paasdagen. Ik zag dat er een filmpje van mij rondgaat waar ik een dame op haar mond kus. Ik had haar gevraagd of ik haar op haar wang mocht kussen en dat mocht. Maar ik was iets te snel. Hierdoor kuste ik haar per ongeluk op haar mond. Dit was niet expres en ook niet zo bedoeld. En dat gebeurtenis zal ik aan jullie laten weten. Dat hebben wij al gesproken over dit gebeurtenis. Dat ik volgende keer moest een langzaam kusje geven in plaats van een snelle. Want ze wist het al dat het per ongeluk foutje was. Dat kan gebeuren. Maar toch, ja, dat kan bij iedereen overkomen. Dus dat betekent dat de mensen die dat filmpje hebben gemaakt, die zijn echt schuldig. En omdat, die hebben geen toestemming gevraagd. Dus dat ik gevonden en gezien heb op TikTok, toen ging ik gelijk reporten voor pesten en weet ik veel wat. Dus ja, ik hoop dat die video verwijderd wordt. Zodat ik rust krijg in mijn hoofd. Want ik vind het niet zo leuk dat mensen die naar me gaan schelden of meer haartjes op mijn chat een berichtje krijgen. Nou ja, diep teleurgesteld voor diegenen die dat hebben gemaakt, die filmpje. Maar goed, weet je, ik heb over nagedacht van als het weer gebeurd is, dan ga ik gewoon doorgaan. En dan rustig meneer. En diegene die dat filmpje maakt, dan is dat zijn verantwoordelijkheid. Want ik ga gewoon doen en ik heb geen scheid van. Ik was lekker bezig met lopen en kletsen. Ineens heeft iemand mij gezien. Die heeft me hierheen geroepen bij Borotje. En het is heel gezellig hier. Kijk nou eens aan deze guy. En zij. Superleuk. Allemaal. Drink smakelijk. En als jullie een biertje drinken, jullie worden allemaal besmet door alcohol. En de volgende dag, misschien hebben jullie geen zin niet meer. Maar dat is bij ieder per verschillende hersenen. En zo is het. Ik heb een gelukkig colaatje. En ik ga met hun proosten. Waarom drink ik een cola? Omdat, zodat ik kan goed blijven concentreren met praten en meer naar me zien. Wat ik aan bezig ben met verhalen, praten voor jullie kijkers. Dus als ik drink een bier, dan gaat mijn hoofd zeggen, ik heb er geen zin in. Ik wil gewoon rust. Dus zo is het. Kermit voor Rasmus, yay! Ik ben nu op de volgende borreltje, Kermit. En Brian, hallo! Lekker, proost. Het is leuk. Als het kermis is, dan neemt veel mensen een borreltje eten samen met de vrienden en kwaliteit wat. Het is jammer dat je er niet bij bent. En we gaan er het moois van maken, jongens. Jongens, en meisjes. We gaan er echt een topfeest van maken. Joe, joe. En natuurlijk heb ik een lekkere colaatje gekregen. Van een dame. Bedankt voor de colaatje. Ik blijf je trouw. Hij doet het niet meer, hè? Hij doet wel nog, hij is nog kijken. Let's go! Genoeg, hè? Bedankt voor aandacht, tot de volgende keer. Dankjewel. Oh my god, dit is niet de bedoeling, hele goede mensen. Ik denk dat jouw agenten! Dank. Hier, bedank je! Dank in het wild! Super bedankt, ziek. Ja! Brand van mijn life! Escape! Ik ben zo kwijt. Yes, I did it. Kijk hoe schattig. Het is echt fluffy.
Koffer Castrolo. Er zijn een heleboel mensen die mij hier kennen. En ik sta buiten. Maar voor mensen die binnen zijn in het gebouw, die kunnen me niet zien en niet horen. Helaas pindakaas. Het is gelukt bij jullie, hè? Ja, zeker. Je was bij ons, hè, net? Ja. En nou ga ik naar huis. Ik heb een vraag aan jou. Stel nou, je hebt een kermis, borreltje en je gaat naar iemand zijn huis toe. Je gaat leuke dingen doen. Maar de regels is, stel als er drie mannen die praten beginnen over onderwerp van seksueel dingen. Ja. Wat moet jij doen als diegene drie mensen tegen jou over die onderwerp praten? Dat ligt helemaal aan jezelf. Kijk, als jij het zelf fijn vindt, kan je daarin meegaan. En als jij het er liever niet over wil hebben, dan moet je het ook niet doen. Oké, dat is zijn manier. Mijn manier is, ga niet meedoen. En wat gebeurt als je meedoet? Dan? Wat gebeurt dan, denk je? Word je eruit gekikt. Juist. Helemaal lekker. En wie is de schuld? Je eigen schuld. Je eigen schuld. En dat is helemaal dom. Dus als er drie mannen beginnen over seksueel praten, hey, dan Dangdo, moet kom je op YouTube niet over mij praten. Niet meedoen. Dangdo, kom dit op YouTube. Ja, laten wel. Dus, onthoud het goed allemaal. Onthouden jongens, niet aan meedoen. Ja. Helemaal lekker. Hoe heet jij? Ik heet Jamie. Aangenaam Jamie. Aangenaam. Ik was bij eventjes bij hem geweest, een lekker bordetje. Maar volgende keer weer. Ja, volgend jaar zie ik jou weer. Maar morgen. Morgen? Ja. Morgen ben ik hartstikke brak, maat. We werken gek. Oh, werk ze wel vast. Dankjewel, maat. Fijne avond. Jij ook, man. Ja. Ik ben eindelijk terug in Hoorn en er is overal een feestje. Dat is echt bijzonder. Rock was er geweest. En er waren meer dan 100 mensen. Wow, zelfs daar zijn nog meer mensen. En ik hoop dat er nog leuke muziek is. Dus let's go. Er is niks bijzonders bij Rode Steen. Maar helaas heb ik een gemist. Hele boel leuke dingen. Kroegjes zijn dicht. Ze hadden druk. Het is alleen maar vandaag. Gelukkig is WAF de enige open tot 2 uur 's nacht. De rest zijn niet echt discotheek, feestjes. Dit is de enige. Zo is het. Helaas binnen kaas. Dat betekent, ik ga nu naar WAF toe. Lekker zie ik vanzelf al. Heren, ik wens voor jullie allemaal een hele fijne eerste paasdag. Fijne paasdag. Met de kerstman. Mashallah. Goedendag. Nou, fijne avond. Fijne avond. Joujou. Fijne avond, dank u. Hetzelfde. Kom veilig thuis. Hetzelfde. Slaap lekker. Slaap lekker. Dankjewel. Doeg. Hij doet het niet meer. Hé, laat hem aan. Slaap lekker vast. Nou, missie voltooid. Bij kermisborreltje was super leuk. Ik ging pingpong spelen samen met iemand. Nou, we gingen twee mannen tegen een man en een vrouw. En weet je wie gewonnen hebben? Ik samen met nog iemand. Het was leuk. Ik had lekker goed gedronken van colaatje. En geen bier met alcohol. Geen wijn met alcohol. En dan kan ik niet zo goed met mijn videoopname, hoe ik praten en dat schaam ik kapot voor. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Later!